Van Centro, het platform dat in de schijnwerpers kwam door de aankondiging van Famke Louise om pikante content te delen, bevindt zich nu in een storm van ophef na de onthulling van Yvonne Koldewijer. De Juiskoningin heeft onthuld dat Famke zelf niet zal deelnemen aan de chat, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat haar account aanzienlijk minder winstgevend zal zijn. Yvonne Koldewijer deelde deze onthulling op haar juiste kanaal en meldde: Ik hoor dat ze bij Van Centro helemaal over de zijk zijn omdat ik heb exposed dat Famke niet zelf gaat chatten dus het plan om pukkelige pubertjes en eenzame mannetjes af te troggelen is ook mislukt. De aankondiging van Famke Louise's intrede op het pikante platform, vergelijkbaar met OnlyFans, zorgde al voor de nodige opschudding. Koldeweijer voegde eraan toe dat Famke niet naakt zal gaan en dat haar familie het agentschap runt. Ondanks deze beperkingen zijn er gemengde reacties van haar Instagram-volgers. Sommigen uiten hun ontevredenheid over de al als gewaagd beschouwde berichten op Instagram. Een volger reageert. Wat is dit voor content, Famke, en anderen betwijfelen haar keuze om pikante filmpjes te delen. Vooral omdat ze moeder is, dit doe je toch niet als je een man en een kind hebt? De onthulling van Yvonne Kolderweijer werpt nu een schaduw over de verwachtingen rondom Famke Louises van Centro-avontuur. Het lijkt erop dat de strategie om volgers te lokken voor interactie en financieel gewin een deuk heeft opgelopen, nu bekend is geworden dat ze niet persoonlijk zal chatten. Dit nieuws heeft niet alleen Van Centro geschokt, maar ook degene die kritisch kijken naar de keuzes van de populaire Nederlandse artiest vooral gezien haar rol als moeder.